richting. Ja. Nog een keer even kijken. Ja. En dan gas in, want hij komt een Tesla achter je. Kom, sneller die Tesla. Rust. Ja. Daarvoor. Daarvoor dan naar links sturen. Naar links. Naar links. Juist. Nog meer. Nog meer. Kom, hij doet alles naar links. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het zonnetje schijnt helemaal geweldig op deze mooie dag, want het is vandaag donderdag 30 maart 2023. En het is nu lekker 10 uur in de ochtend. Ja, en ik ben nu lopen met de drie dames, helemaal geweldig, helemaal top. En Ro en ik gaan weer zo meteen naar mijn schoonmoeder toe en alles, dus... En vanavond wordt het ook weer leuk, want dan ga ik weer een bekende tegenkomen. Die jullie ook al kennen van de vlog, maar dat zien jullie vanavond pas. Er zijn twee trouwens. Ja, eentje komt er niet zo heel vaak in voor. Maar jullie hebben haar wel al één keer gezien. En hem hebben jullie al wel vaker gezien vorig jaar, heel vaak. Maar dat gaan jullie allemaal vanavond zien. Maar wij wensen jullie gewoon allemaal al weer heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Nou, ik rijd dus hier of naar boven of naar beneden. En dan moet ik hier dus ook weer naar boven toe. Ja. Of naar beneden. Of naar beneden. Dus ja. En mijn auto staat dus nu hier precies in het hoekje doekje. Ja. Dus dit is even omhoog. Klunen. Lopen. Lopen. Klunen. Ja. Helemaal top. Gezellig. Leuk. Maar ik heb zometeen nog een uitdaging. Ik heb een hele grote uitdaging namelijk. Ja. Kijk. Staat daar een hele mooie auto. Staat een hele mooie auto. En ik sta dus daar in het hoekje. Dus. Gaan we even kijken of ik eruit kan. Vast wel. Zal ik eerst maar even dan even. Of ga je eerst even je spullen even erin doen? Eerst even de spullen. Prima. Buik en buik inhouden. Werkt het wel? Ja, ik weet precies hoe ik moet parkeren, zeg maar. Maar dan zeg ik dit en dit wordt nog een uitdaging voor me. Maar dat wordt leuk. Nou, Ro en Ro die gaat nog even de jas uitdoen. Dat moet ik ook zo meteen doen. Dat maakt niet uit. Geeft niet. Yes. Als jij nou het zo vasthoudt, zeg maar, want dan heb je ook nog het koordje niet. Zo, dan ga ik even instoppelen. Nee, dat is mooi. Die alvast even open doen. Die vast even daar neerknallen. Altijd mijn ritueel ook, hè. Het is altijd eerst dat, dan zus, dan zo. Ja, ja. Dat vind ik fijn. Zo, die daar. Dan ga ik zo doen.
En rechtdoor. Even hier kijken. Jij gaat daar naartoe? Oké. Okay. Dit gaat prima, ja. Het is kantje bord, maar het kan wel. Ga maar. Je bent er langs. Helemaal goed. Netjes. Helemaal goed. En nu achteruit inparkeren. Maar de koekoek. Echt niet. Die is niet wijs, joh. Jeetje, mina. Ja, lach maar. Grappig. Toch wel, want? Even doen op je examen. Zie ja, dit. En dit krijg je never nooit op je examen, joh. Nee. Maar, nou even de vraag. Hoe vonden jullie hoe ik dit deed? Laat even een duimpje achter als je het vond dat ik het dit weer goed deed.
Ik kan jullie nu al vertellen dat ik er gewoon zin in heb. Ja. Ik word soms dan opgehaald. Ja. En ik ga wat eerder naar beneden. En dan ga ik even voor mijn statief pakken. Want die heb ik wel, denk ik, nodig. Ja. Ja, echt wel. Dus ik ga zo meteen mijn jas aantrekken. Want ik kreeg om 7 over 6 een berichtje van... Hij is binnen 5 minuten bij me. Dus dan moet hij er nu ook zo meteen wezen. Dus dan ga ik zo meteen naar boven. Naar beneden om even mijn spulletjes te pakken. En alles. Dus... En dan de hondjes even op balkon. Ja hoor, op de gang. Goedemorgen Karin. Ja, het gaat goed. Ja, tuurlijk. Helemaal top. Ik weet niet waar ik last van heb, maar oké, het zal wel. Ik ben gewoon, nou ja, niet echt nerveus, maar ik heb er gewoon zin in. Ja, ik heb er gewoon zin in. Waarom niet? Ja, heerlijk. En ik krijg een duimpje als ze onderweg zijn. Dus ik ga nu ook alvast even mijn dingen doen. En de hondjes op de gang. En even mijn dingen pakken uit de auto. En dan zien jullie ons zo meteen. Ja, ze zijn onderweg. Hij is mooi. Oh, wat is die mooi, hè? Ja, hij is mooi. En nu is het wachten geblazen. Ja, want ze komen eraan. Maar vanaf welke kant? Dat is even mij de vraag. Of van die kant. Die straat. Of van die straat. Of van die straat. Dat is maar even de vraag. En ja, oh wat leuk. Ik heb er zin in. Ik heb er meer zin in dan zij, denk ik. Ik weet het niet. Ah, oh, wat is dat lang geleden dat ik hem heb gezien. Ja. Ik kan wel elke maandag er naartoe gaan. Ook daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ik wil gewoon in alle rust mijn ding kunnen doen. Ja. Oh, we gaan het meemaken. Jullie ook. Ja, ik ga nog niks verklappen. Nee. Maar ze komen er wel aan, dat weet ik. Dus even kijken. 2 straatjes verderop. Dus ik heb het vermoeden dat ze zometeen van die kant afkomen. Maar ze kunnen ook daar van afkomen. Dus ze kunnen ook helemaal omrijden dan hier van inkomen. Dus en ik weet hoe hij een beetje dat doet. Maar ik zou gewoon weer binnendoor pakken en dat doet hij dan weer niet. Maar ik hoop wel dat ze eigenlijk al heel veel meer durft dan ze in het begin durfde. Ik ben al een beetje wat meer aan het verklappen volgens mij. Nee, dat is hem ook niet. Al hele dikke. Maar nee, dat is hem niet. Nee, dat zeg ik, dat is hem niet. Want ik weet sowieso, hij heeft een Audi, BMW, Mercedes, dacht ik uit mijn hoofd. Dus volgens mij heeft hij de BMW bij zich. Ik zal het niet durven vertellen, maar dat vind ik een rot auto, die BMW. Die hij heeft wel. Die hij heeft wel. Maar ja, misschien andere mensen weer niet. Maar ik vond het niet echt een fijne auto om te rijden. Nee. Nee. Nee, gewoon niet. Nee. Maar ja. Ja, we zien het wel, hè? Ze zijn onderweg. Meer dan dat kan ik nou niet verklappen. Nee. Het is een beetje koud. Ja, weet je maar. Dus ik moet me een beetje warm houden. Ja. Ik spoor niet helemaal, maar oké. Maakt niet uit. Hè? Er zijn wel eens meerdere mensen die niet helemaal sporen. Nee, net zoals ik. En ik heb nou eventjes geen pijn. Dus ja, dus kan ik het doen. Even gek doen. Auw, horen. Gek doen. Het waait een beetje. Man. Jeetje, mine. Zo, het is bijna zand in mijn ogen. Is niet handig. Nee. Nou, jullie zien het zo. Zie je hem lachen ook, hè? Juist. En dit moeten we automatiseren. Oh, daar gaan we weer. Oké. Okay. Juist, dan weer links, nou, perfect. Ik moet mijn bril meenemen volgende keer. Ik moet het niet vergeten. Dan staat hier weer een bord van. Ja, 30. Ja, daar gaan we. Ja. Zie je wel gewoon weer 30 en 35 of zo. Yes. Dan pakken we de middelste baan, ja? Ja. We gaan de volgende verkeersdicht gaan naar links. Okay. Afremmen, kijken, ben jij, hè? Juist, ze moet één keer kijken, is genoeg, is rood.
gaan met je man verder, Gary. Ja, goed. Ik vind echt dat ik het weer zo doe. Gewoon doen over hoe het jou en jouw eigen auto is eigenlijk. Gewoon los op elkaar in de kist. Ja, eigenlijk wel, hè? Natuurlijk, ja, is jouw rijles. Ja, maar dat is lastig hoor. Maar ik begin al een beetje ook aan de auto te wennen. Want het is nu de vierde keer hè, dat ik les bij jou heb. Ja. En deze zonder proefles? De derde keer. Ja, oké. De proefles moet je eigenlijk niet mee rekenen. Dat is gewoon een kennismakingsles. Maar ik vind jullie ook wel motorchickies eigenlijk. Gaan jullie ook voor de motorrijwijs? Nou, wat ik eigenlijk nog wel eigenlijk wil doen eigenlijk. Gewoon één keer gewoon eigenlijk in een vrachtwagen rijles hebben. Om te kijken hoe wat en wat dat voor ervaring is. Dat is toch leuk? In een vrachtwagen? Ja, omdat ik namelijk vroeger, was best wel, heel erg bang was voor vrachtwagens. Yes. Om die in te halen, weet je nog wel? Oh ja. Maar nu, ik rijd er gewoon tussendoor. Mag stap. Netjes. Heel goed. Nou, kijk goed verder. Kijk naast je. Je moet er eerst goed zo. En belangrijker dan snelheid is afstand. Afstand is belangrijk, daar komt snelheid. Let op de hooggevaarlijke situatie. Wat staat er voor snelheid nu? 100. Juist waar. Maar. Inderdaad, afstand is sneller dan. Je moet hier ook kijken. Rustig, ontspan, adem in, adem uit, ja? Je moet nu alvast checken. 1, 2, 3. Goed zo, wat heb je gezien? Vrachtwagen, maar. Richting. Nog een keer 1, 2, 3. Maar dan kan ik langs. Juist, okay. Dus je moet 1, 2, 3. Plan maken, richting. Dan nog een keer kijken. 1, 2, 3. Kijken heb ik niet goed gedaan. En nu gaan we naar links. Kijk nog een keer 1, 2, 3. 3. Richting. Gas los. Gas los. Oh. Zie je hoe hard je rijdt? Ja. Ja, ik vind het echt. Ontspan niet. Wat heb ik tegen jou gezegd? Niet zo negatief praten, weet je nog? Ja. Richting uit. Gas los, adem in, adem uit. Niet negatief praten. Gewoon ontspan, kijk verder. We moeten, wat zegt de pijl daarboven? 50. We moeten naar de linkerkant. Zometeen. Maar wat is dit dan? Is er een ongeluk gebeurd? Ja, dat werd net gezegd, hè? Volgens mij wel. Richting. Ja. Nog een keer even kijken. Ja. En dan gas, hè, want daar komt de Tesla achter je. Kom, sneller die Tesla. Zo, goed gedaan. En dan richting uit. Adem in, adem uit. We gaan weer naar rechts. Ontspan. Blijf deze baan ontspan. Adem in, adem uit, alsjeblieft. Gas los. We gaan naar rechts kijken. 1, 2, 3. Richting. Kom op. Nog een keer. 1, 2, 3. Ja, adem, blijf deze baan. Gas. Gas, blijf deze baan aan gas, schat. Kom op, man. Ik ben geen omaatje, kom. Nee. Ben je wel oma? Je bent toch geen oma nog? Kom. Juist. Yes. Dezelfde euvel als wat ik had. Ja. Oké. En dan gaan we naar links. 1, 2, 3. Kijken eerst. 2, 3, ja? Richting, blijf op jouw baan. Richting. Nog een keer kijken. 1, 2, 3. Blijf op jouw baan. Blijf op jouw baan. Goed, zo, nu gaan. Met gas. Nu gaan met gas. Ja. Moet ik even voor, hè, Karin? Ja. Oké, adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. We gaan naar de linkerbaan. 1, 2, 3. Voor je kijken, richting. Nog een keer, 1, 2, 3. Voor je kijken, niet gaan. Ik wil dat je als je gaat, even rustig gaat en binnen de spiegel gaan. Juist. Ja, nu kan ik gaan. Ja, goed zo. Juist. Okay. Dat wil ik je leren. Dat je niet in één keer gaat. Richting uit. Goed zo. Perfect. We gaan weer één baan naar links. 1, 2, 3. Richting. 1, 2, 3. Komt een auto aan. Oké, ben je sneller dan die auto? Nee, hè? Jawel. Oké, dan gaan we dan. Oké. Richting uit. Goed zo. Nog een keer. 1, 2, 3. Richting. Niet gaan. 1, 2, 3. Oké dan. Niet naar links gaan terwijl je naar links kijkt. Eerst naar voren kijken, want je weet niet wat voor je gebeurt. Ja. Haal die caravan in. Kom, gas. Ja. Kijk wat het is.
Goed gereden, bezig man, goed bezig. Het belangrijkste is, ontspan je hand. Adem in, adem uit, blijf lachen. Goed zo. Jij kan dit man. Even normaal. Goed zo. Het belangrijkste is de afstand. En de afstand hanteren we met de snelheid. Bijvoorbeeld iemand rijdt achter jou, je wil naar links, dan moet je harder rijden, toch? Iemand rijdt voor jou, je wil naar rechts of naar links, dan laat je gas los. Zullen we ook doen? Ja. Zo, dan alles doe je met je snelheid. Zoals nu ook moet je kijken waar je naar rechts weer kan gaan. Dus houd die zwarte auto in. En dan bepaal wanneer je weer naar rechts kan rijden. Mag je niet naar links blijven rijden. Binnenspiegel, buitenspiegel, zij naar de compix. Dan zetten we de richting aanwijzen. Omdat ik als vrouw alleenstaande moeder gescheiden van... Niet tegen de stoep komen, juist, stop. De voorkant van deze auto is heel laag, niet tegen de stoep komen. Ja. Achter mag ook. Dat is heel, heel wat anders dan die hier reens, ja. Yes. Zo. Ja, ja. Deze, hij is bijna bang dat ik hem aanrijd. Ja. Goed zo, nou. Ja. Goed zo, mooie bocht. Ik ga weer te hard, hè? Alsof ik raced of zo. Maar je hebt het nou wel zelf door. Zachtjes remmen hier. Ik ga te hard. Je gaat te hard continu. Klopt. Ja. Je bent er nou wel van bewust. Mm-hmm. Dus dat is netjes, keurig. Juist, en jouw plaats op de baan? Een beetje meer rechts. Zo. Welke kant gaan we op? Rechts. Nee, niet kijk eens. Oh nee, we kunnen hier niet recht, ja. Omdat ik de weg niet weet. Langs uit, schat. Je moet even kijken. Je moet fouten maken naar leven. Waar gaan we heen? Naar links. Juist, kom, let's go. Ja. Wat gaat hij doen? Ja, wij hebben voorrang, maar ja. Oh, jij loopt hem uit, dan stopt hij. Ja. Zie je? Kom maar. Ja. Je bent continu alleen maar aan het gassen. Je bent niet de hele tijd, je bent niet aan het kijken, aan het voorbereiden, in een uitrit. Zeg hoe hard je over die in een uitrit daar ging? Ja, dat klopt. Juist, dat zijn dus je aandachtspunten, man. Ja. Dat doet je heel goed. Hoeveel mag je hier rijden? Aan het einde van de rest. Einde? Naar rechts? Let op. Dus kijk dan. Juist, daar moet je dus een scherpe bocht maken. Oeps. Even stukken naar achteren, denk ik. Ja. Oeps. Oh. Eens in mijn goal moest ik... Lo! Rustig. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, deze kruis. Jezus, waarom rijdt hij daarin dan? Oh ja? Heb je die duurste van 21 euro? Geen... Oh. Ja, geef. Oh, ik wil net zeggen, geef hem aan, maar. Ja. Kan ik al rijden? Ja, Jos. Oh, maar omdat. Geef maar. Oh. Geef maar, schat. Geef maar. Je bord. Yes. Rustig aan. Ja. Maakt niet uit. Rust. Ja. Daarvoor. Daarvoor dan naar links sturen. Naar links. Naar links. Yes. Nog meer? Nog meer? Kom, hij doet alles naar niks. Je ziet het niet hier, maar we staan in de mannen. Oh, dan... Hé? Oh! Ja,
is. Op die manier, ja. Ja, ik heb dit nog nooit gedaan. Nee. Maar het moet wel kunnen, toch? Daarom juist. Oh. En dan eens een neutraal. Niks doen meer. Ik doe niks. Maar. En je voeten overal ontspannen. Ja. Weghalen. Ja. Ik doe niks. Doe deze zelf. Dus je moet dat zo erin. Je moet die banden hier op dat op die rails, zeg maar. Juist. En waar is jouw dakkie dat hij deze ding weer even open kan? Kan ik wat zien? Vind ik leuk. Oh ja. Dat weet je. Ja, maar best wel. En dat is ook een YouTube famous. Dus dat scheelt. Oh. Ja. Ik? Ja, joh. Nou, door jou misschien. Ja, daarom juist. Dus jij komt hier ook? Nee. Oh, maar waar zijn we eigenlijk? Waar de megastore zijn? Ja, daar in de buurt, heel goed. Ik ga altijd naar en dat Bob auto was. Oh. In Zoetermeer. Dan doen ze ook gewoon aan je binnenkant stofzuigen en schoonmaken. Oh ja. Dus. Oh ja. Ja. Wat dan? Hoeveel doe je dat? Ook iets van 30 euro. Ja. 30 euro? Nee, ik betaal 30 euro. Ik betaal er helemaal niks van. Veel meer. Ja, jij gaat het goed hoor. 30 euro per maand betaald. Ik betaal 30 euro per maand. Dat is elke dag. Dat is niet duur. Elke dag. En ga je ook elke dag doen? Onderdag. Ja, maar hoeveel betaalde jij, Karen? 30 euro per keer? Nee. Maar dat doet je ook binnen en buiten, toch? Ja. Ja, toch 30 euro per keer. Ik denk dat zij misschien vier keer kappen per maand of zo. Voor die 30 euro, of niet? Jij? Ja, zij. Nee. Wat kost jij? Je hebt al 30 euro voor één keer, toch? Dus ja, yes. Ja, maar hij maakt wel binnen- en buitenschap. Oh, dan doe ik het lekker zelf dan. Ja, maar dan doe ik het één keer in de maand, zeg maar, daar naartoe. En dan zelf ga ik gewoon naar zo'n wasbox. Oké. Ja. Leuk die kleurtjes, hè? Ja, maar dit moet je ook weten, hoe het moet. Ja, maar ik doe met de hand. Nee, gekheid. Nee, dat klopt. Ik ben blij dat ik dit mag meemaken, want ik heb het nog nooit... ik heb er wel eens in de auto gezeten met dit, maar niet zelf achter het stuur of zo. Nee. Dat is toch makkelijk, man. Dat is ook relaxed, hè? Ja, is rustgevend. Ja, ik vind het altijd zo dan moeten zo wij heerlijk. Er niet doorheen kakelen, natuurlijk. Dan is het nee, joh, maar ik vind het wel gewoon lekker rustgevend. Klopt. Ik kan nergens heen. Even stil. Even. Even doen? Gewoon eventjes pauze. Zen-moment. Ja. Dus echt klopt. Letterlijk bij zen-moment. Ja. Maar daarom, het liefst pak ik hem elke dag, hoor. Ja, geloof ik. Maar ja, soms hebben we geen tijd. Hè? Juist. En toevallig ben jij mijn laatste leerling. Dus we gaan het volgende keer ook doen. Als je dat wil. Ja, tuurlijk. Ja, als je maar jij bent mijn laatste leerling. En die muts. Ja. Maar ga je zien dat het opleiden ook nog beter gaat dan? Wat gaat beter dan? Oh, het opleiden, dat is vandaag heel goed. Oh, dan. Ja, dan wel. Ja, zeker. Ja. Mijn hond vindt het eng. Ja, en de kinderen ook in het begin. Ja. Maar logisch, maar hoe vaak je het doet, dat makkelijker gaat. Het geluid ook, weet je, snap ik wel dat kinderen dat denken. 7, 6, 5. Het lijkt net op een. Ik ben toen voor het laatst geweest in de jaren 90. Ja, je mag weer. In zo'n wasstraat. Voet op de rem, naast D, rem los, kom op, een beetje tempo, rem los, kom op. Oh. Hij is een auto achter jou, sturen. Ja. Goed zo. Oké. Nou, je had wel een beetje speling, maar het mag niet langer dan 10 seconden duren. Okay. Voordat hij in ons zit, snap je? Bandenspanning, gratis. Alles is gratis hier. Bandenspanning, stofzuigen, dat zit allemaal in die 30 euro, hè? Oké. Okay. Dat is toch eigenlijk geen geld, geen luk. Zal hier wel ontzettend druk zijn? Ja, is hier altijd. Op bepaalde en in de zomer, volgens mij, is het nu de juist, nu zijn ze tot 9 open, volgens mij. Want in de winter waren ze maar niet de zomertijd ingegaan, toch? Oh, ja?
Juist. Even wachten hier, toch? Kom maar, schat, kom maar. Iets meer door? Oh, oké. Ja. Goed. Heel goed, dan gaan we naar links. En dan naar links? Hier juist. Zoals jullie zien, lig ik dus lekker op bed. Ja, heerlijk. Maar dat betekent wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Ja. En dat ga ik ook doen. Ik ga lekker slapen. En ik hoop dat jullie hebben genoten met deze vlog. Nou, is dat nou zo? Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Abonneer even. Doe het belletje aan. Laat even een leuke reactie achter. En ga zo maar even door. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.